Dit is de brege dat het om giet. Op dit stuik kunnen alleen nog maar heel lietse boordjes hier om de trog en dan maak ik nog bot bukken. Als het een provincie leidt, giet de trogveert hichte varensimmer van 2000 centje naar Orelmeter. Het dorp Riepserk maakt aan het centrum worden van de tweede electric-only sloepenroute tussen de Grutteviel en het Boetenveld. En dat betekent een brege die het een stuk heger wordt. De brege moet tot de tweede leggen omheen. Dus hebben we twee heeg. Een lieke heeg als het morgen er. En ja, dat is een gast naar een. En dan komt er dus nog een reiling omheen. Dus wij hebben er echt wel problemen mee. Nou, daar zijn we natuurlijk helemaal niet blij mee, wij als omwonenden. Want dat betekent dat het een behoorlijke aantasting van onze privacy is. Mijn tuin ligt achter de coniferen daar. Maar als die brug hoger gaat worden, dan heb ik coniferen nodig die twee keer zo hoog zijn. Want dan ga ik namelijk ook die trekkers zien. En dan ga ik lichten zien en dan ga ik denk ik erg veel last hebben van het geluid. We bleven nog wel steeds graag met de bewoners in gesprek. Dat ombod haar wek dien. Dat we zeiden van, goh, we kunnen alles om de bregen heen nog wel zo inpassen. In goed oerlis is. Om te zien van, het leed wat verzacht het. Ja. De bewoners willen bewegen voor de bregen. Maar dat vindt de provincie en de gemeente te duur. Omdat de partijen dat ik na het zien keer praten maar net eens willen kennen. Zou het volgens u draaien kennen op een rechtszaak. De omgevingsvergunning is al jong op 3 juni. En we hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. En ik denk dat ik vast wel ga dwangen. Het dorpsbelang vindt het spietig dat de provincie en de omwenners het net eens worden, want het dorp is bleed met de sloepenroute.